Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Buenos dias, daar zijn we dan voor de laatste keer met een NEC-update vanuit Spanje. Ook voor NEC vandaag de laatste training, die vindt achter mij plaats. Daarna zullen ze de koffers pakken en richting vliegveld gaan en weer terug naar het koude Nederland gaan vliegen. Daar mogen ze dan volgende week of deze week nog gaan trainen. Voor ons ook even een beetje tijd om een beetje terug te blikken. Dat gaan we doen met Rogier Meijer. En we zitten hier op een golfresort. En nou weet ik dat Bart van Rooy ontzettend van het spelletje golf houdt. Dus ja, heeft hij hier nog een balletje geslagen? We vragen het hem. Jij slaat ook graag een balletje. Nou ja, misschien omdat ik een polo aan had dat er goed uitzag. Alleen het wordt nog regelmatig langs de bal geslagen. Alleen zo nu en dan vind ik het wel leuk om een keer een balletje te slaan. Ja, je kunt je hier wel uitleven, hè, op dit resort. Ja, het is hier prachtig. Ik denk als ik na mijn carrière ooit een keer ergens terug moet keren, dan zou ik hier wel eens een keer naartoe willen. Wie is nou de fanatiekste bij jullie in het spelletje golf? Qua golven, ja, we hebben een aantal echt goede spelers. Magnus is heel goed, Mattsson, Sender, Reinier Looy is ook echt goed. Dus, Pedro heb ik gehoord. Ja, Pedro is ook heel fanatiek, ja, maar dat is het niveau waar ik ooit op een dag naartoe wil gaan. Dan toch nog even de vraag, met jou is ook gesproken, ja. Vanuit NEC. Bart, is er ook al is er interesse vanuit een andere club al? Nou ja, sowieso ben ik er nog niet heel erg mee bezig. En we zijn hier op trainingskamp samengekomen met Carlos en ik en mijn partij. En dat was een goed gesprek en dat is bevallen. Dus ja, wie weet. Ja, nee, maar wat Carlos zegt, de intentie is ook wel vanuit jullie. Van dat jullie ook wel openstaan om gewoon het gesprek in te gaan. Ja, zeker. Het is wel, ze zijn laat gekomen, maar NEC heeft me altijd heel goed behandeld. En, dus ja, ik sta nog steeds... open om zeer goed te luisteren. Ja, jij bent een van die weinige echte, hè? Zeg ik altijd maar zo, hè? Die vanaf een ukkie op het veld stond. Ja, dat klopt. Ja, zo lang hier gezeten en ik heb nog steeds naar mijn zin. En het is ook een fantastische groep en er zijn zoveel mogelijkheden nog te groeien. Dus daarom, zeker. Ja, dat zie je ook nog wel voor. Dat voor jou ook gewoon nog wel de kans is om hier nog lekker door te groeien. Ja, zeker. En de club is denk ik ook met iets moois bezig. Ze willen ook hogerop. En mooi om daar vanuit te maken. Ja, en dan trainer Rogier Meijer. Hoe kijkt hij eigenlijk terug op dit trainingskamp? Wat heeft het hem gebracht? Ja, positief. Ik denk aan de voorkant maak je natuurlijk een planning. En ga je kijken wat je kan doen als groep. En dat hebben we eigenlijk allemaal kunnen doen. De laatste dagen is het weer ook uitstekend. We hebben aan de teambuilding kunnen werken. We hebben aan de individuele spelers kunnen werken. Dus prima kamp. Ja, dat is wat zoiets ook brengt voor jou dan? Nou ja, je bent gewoon in voorbereiding op de tweede competitiehelft. Dus je werkt aan het fysieke gedeelte. Waar je hier denk ik beter aan kan werken op dit moment dan in Nederland. Je hebt iets meer tijd om met elkaar te zitten. En dat zijn winstpunten die je in de trainingskamp hebt. En dat is wel uitgekomen. Ja, zijn het dan ook inderdaad momenten dat je in het hotel 's avonds even rustig met een speler kan praten? Ja, zeker. Normaal gesproken zijn die jongens thuis en ben je zelf ook thuis. Dus heb je nog wat extra tijd voor. En dat is alleen maar prettig. En uiteindelijk zit je ook met elkaar aan het avondeten. En jongens zoeken elkaar op. Dus dat is denk ik altijd een winstpunt. En zijn dit ook momenten dat je bijvoorbeeld met spelers praat die jullie graag willen houden? Nee, dat is al met hem besproken. En natuurlijk informeer je wel hoe en wat. Maar uiteindelijk ligt die keuze ook bij de spelers. En zijn zij ook bezig met hun eigen carrière. Alleen dat plan is al met hem besproken. En aan de hand daarvan hebben ze een aanbieding gekregen. Deze week, hoe ziet het er verder uit? Jullie vliegen naar Nederland toe. Is het dan gelijk een dag later alweer op het trainingsveld? Nee, want we hebben een late vlucht. Hè. We zijn pas later in Nederland. Dus we zijn de woensdag vrij en dan gaan we vanaf donderdag weer trainen. In het iets koudere Nederland. En dan hebben we nog een oefenwedstrijd volgens mij. Uit mijn hoofd de 30e van december. Hè. Dus de kerstdagen zitten ertussen. Dus dat zijn oud en nieuw, een beetje gebroken week. En dan vanaf 2 januari kunnen we weer richting Ajax werken. Een goede reis terug. Hetzelfde, dank je. Ja, en zo zijn we dan aan het einde gekomen van elke dag een NEC-update vanuit Spanje.
Spanje. Wij vliegen ook weer richting Nederland. Dan zijn we er volgende week nog een keer met een update. Maar dan eigenlijk een beetje een jaaroverzicht van NEC. Nog wat belangrijke dingetjes zetten we dan voor je op een rij. Ik dank jullie wel voor het kijken. Ik bedank ook de sponsoren trouwens die ervoor gezorgd hebben dat wij hier konden zijn. Daar zijn we heel blij mee, want daarmee konden we jullie informeren wat er hier gebeurde. Dank jullie wel in ieder geval. Bedankt, adios en tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Support NEC Maatschappelijk.